Dan neem ik Louis mee. Louis, ga je mee? Even mee. Zo, Stan en ik hebben dus de hele dag ijs gedraaid. Is toch wel leuk allemaal. Oh, hier worstelbroodwedstrijd. Morgen de uitslag. En nu, moet ik maar een billenkoek geven? Ben je oma bij de beauty salon? Oh. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Het is dinsdagmiddag inmiddels. Het is 12 uur, de klokken luiden. Jan en Stan zijn ijs maken. Eline is in de bakkerij. Ik zit eigenlijk heel erg op kantoor. Met de warmtepaal aan, want ik had het koud. En ze belde net of ik nog klein geld heb en brief van 5. Dus die ga ik even naar de bakkerij brengen. En dan neem ik Louis mee. Louis, ga je mee? Even mee. Gaan we wandelen? Ga je mee wandelen? Ga je lekker mee wandelen? Gaan we naar de bakkerij? Haal mama gelijk even een koffie. Haal we gelijk even een koffie. En dan gaan we weer verder werken. Goed idee? Ja, goed idee. Ja? Nou, vanmiddag junior zwemmen. Die mannen zullen wel laat thuis zijn. Ik heb vanavond nog een harmonievergadering, een bestuursvergadering. En ja, dat was het wel een beetje. Misschien nog eventjes naar de markt. Oh, kan ik ook nog even doen. Louis, Louis, ga even naar de markt. Ja, even bloemkolen halen en asperges. Goed, goed idee. Oh, en het vlees uit de vriezer halen. Dat gaan we eerst doen. Dat gaan we eerst doen. Dan gaan we jouw tuigje aan doen en dan gaan we wandelen. Naar de lunchroom en naar de markt, goed? Kom maar, ga maar mee. Ga mee? Kom maar. Ga mee? Ja. Even dit in mijn zak steken. Dan moet ik toch wel die tas mee. Zo. Pakken we nog even een tas voor de boodschappen. Kom op. Joehoe. Kom maar. Nee, eerst even je ding aan doen. Even je riempje aan doen, kom maar. Nou, Louis voelde de wind buiten en die maakte rechtsomkeer. Ik had net een nieuw hondenbandje voor hem. Nou, dat was dus te groot, want hij trok er zo uit en hij rende terug naar huis, naar binnen. Dus die heb ik binnengelaten. Ben langs de bakkerij geweest, klein geld weggebracht, koffie gehaald. En langs de markt geweest, bloemkool en asperges voor vanavond. En gember voor de gemberthee. En nu weer even terug richting kantoor en dan om 2:45 de kinderen weer ophalen. Zo, Stan en ik hebben dus de hele dag ijs gedraaid en wij zijn thuis. En Sophie, die was al weg, die heb ik dus niet gezien. Die heeft zelf een frietje op en de andere kinderen zijn allemaal friet halen. Alleen ik heb al gegeten met Eline. En er zijn nieuwe fotoalbums. Leuk, Stan? Jij zei net... Zo zie ik pas hoe vaak mama stiekem foto's maakt. Ja. Oh. Zet erge foto's. Sommige wel. Ja, nee, als ik hier een boek van Eline zie ook. Dat is echt in een hoekje. Ik zal eens even kijken bij Eline. Hier, dan zit nou net te drinken. Oeh ja, hier met een beetje in het hockeyveld. Is toch wel leuk allemaal. Oh, hier worstelbroodwedstrijd. Morgen de uitslag. Mooi hè, die worstelbroodjes altijd. Oh, dat was nog lang geleden. Dat was nog met de leerlingen. Ik heb wel heel veel foto's met Nout. Of niet? Oh. Jij bent ook altijd met Nout bij de hockey, hè? Nee, je was echt de kampioen. En hier ook gewoon. Ja, het zijn toch wel leuke herinneringen zo, met zo'n boek. Over 20 jaar pak je dat boek en dan zeg je van, hé... Hey. Dan ben je blij dat mama die stiekem foto's heeft gemaakt. Hier, kijk mijn techniek op rennen. Ik heb een keer zo'n filmpje gezien van hoe je Usain Bolt moet rennen. Ja? Ja, precies hetzelfde. Strek been afzetten. Oh, hier nog een foto van mij en Eline in de oude ijskeuken.
Bij Usain Bolt zag je dan, van het puntje van zijn schoen, helemaal naar zijn rug, naar zijn hoofd, was het één rechte lijn. Nou, ik kom even naar Stans' foto. Hier, kijk, je ziet nou in één keer zo'n rechte lijn. Er zit een holling in je rug. Ja, maar dat is van mijn rug. En nog hey, een oude ijskeuken. Oh, ook een oude ijskeuken, ja. Oh, wat een verschil met die nieuwe ijskeuken. Ik zag jou lekker zonnen. Oh ja, dat is ook een foto die stiekem genomen is, ja. Allee. Oh, jouw haar daar. Ja, allemaal heel lang, want het is vorig jaar nog. Ja, beter dan hoe het nu is, hoor. Hoe noemen ze jou allemaal? Zeg het eens. Pol, en wat nog meer? En Rus. Er begon ook iemand Russisch tegen jou te praten, hè? Nee, die zei, we waren in Italië, en toen in Rimini. Oh. En die opa, ze hadden alleen Italiaanse kaarten. En die opa die zei, ik kan het in het Engels vertalen en in het Duits, maar niet in het Russisch, zei hij tegen mij. Wat is daar? Wat is er aan de hand hier? Lolli, zei jou je bent tegen me. Oh. En nu? En nu, moet ik mijn billenkoek geven? Ja! Ja! Ja, wel lief! Nou, wil jij het vloggen? Ja! Ga ik billenkoek geven? Heel hard! Ja, heel hard! Oh, je moet je wel goed filmen, moet je kijken naar het schermpje! Wie gaat er eten halen? Ze zijn al eten halen. Nou. Jij hebt een heleboel niks gezegd. Kom maar! Hard! Billen, billen, billenkoek, doe da, billen, billen, billenkoek. Op het laagje heel hard. Doe da, doe da, dee. Mooi billenkoek tot je billen blauw, ik hou van jou. Die laatste deed wel echt pijn. Nou, ik hoop dat het een beetje op stond. Kijk maar. Voor jou ook billenkoek? Nee. Oh. Maar wel kijken. Ja. Nou, zo doen we dat dan, hè. Zitten jullie te kijken? Er is een mobiel op de televisie. Oh, Maya. Hij heeft het door de tv. Ja, maar ik kan het. Ben jij gewoon geconnect bij de tv? Weet je hoe dat moet? Ja. Ik weet dat nog ineens. Ik wel. Ja? Weet jij dat ook? Ik kan wel doen. Ja, ik pak heel vaak mijn mobiel en dan zeg ik van, wil jij voor mij dat doen of dat doen? Nou, dan hebben we ook nog een boek van Merel. Ja, dit was natuurlijk wel van Eline Hetjaar. Lekkerste avond, zwartje. Kijk, en dan zie je bij mij een foto waar ik aan het rennen ben. En Nout die loopt. Nout staat stil. Ja, ze voetballen nou, hè? Ik niet. Oh, je zijn weer chic uit eten bij O&O. Merel met een aap. Ja. En hockey. En hockey. Heel veel hockey. Bij MCO, bij Marianne. Bij Marianne. Allemaal Marianne-foto's. Ja, allemaal foto's uit Amerika. Oh, wel leuk. Marianne. Beirut. En Spanje. Spanje, Feliz Navidad. Spanje. In ieder geval veel minder foto's dan ik, hoor. Oh, met de Mary. Nou ja, voor Merel is het natuurlijk wel. Die is, ja, dat is toch haar jaar met Amerika. Hé, hey, Goesje. Goesje. Goesje, dat zal allemaal. Oh. Ja, geluksvogel. Hé, hey, opa en oma. Ja, oma. Disneyland, zo, wat een geluk. Ja. Carnaval. Ben je oma bij de beauty salon? Oh ja. Dat is wel leuk, al die levensherinneringen. De nostalgische kermis, met opa en oma in de tuin. Waar praat je zo? Gewoon. Wat zijn mannen lief het weer? Oh. Nou, die van Nout nog even. Oh, die vond Nout leuk, hè? En Eline vond dat leuk. Heel leuk. Het is wel een leuke foto. Ja, Nout wandelend. Karten in Spanje. Oh. Oh.
Oh, oh, kleuters. Want niet in het grond. Ja. Oh. Junior, kom jij maar bij ons met het fotoboek kijken. Kom maar, laat Madelief maar even alleen. Nee, die heeft het een beetje zwaar. Ik weet niet waar je afstand is. Nee, dat weet ik ook niet. Wil je op mijn mobiel? Junior, wil je op mijn mobiel? Dat mag je niet. Oh! Wordt tijd dat eten komt. Ja, hè? Eten zo. Zo, de kinderen krijgen frietjes. En vinden jullie het lekker, frietjes? Ja. Nee. Maar de schuif hebben ze heel lekker. Nee, dat nee. Ik heb je een friet? Nee, ik wilde dat niet. Kipper en kip. En chick, dat is een beetje veel, zo'n kleintje. Ik geef ook niet zo om frietjes. Ik vind het altijd wel lekker, maar daarna vind ik het nooit. Vind ik het altijd zonde. Deze is met sapeersaus. Nou, smakelijk eten, hè? Ja, ik heb maakt iets speciaal met... Dat is niet deze. Nee, dat is ketchup. Dat is deze. Smakelijk eten allemaal. Smakelijk eten. Zo, de kindje ligt allemaal te slapen en Sofie komt net thuis van de vergadering, 10 uur. En het eerste wat ze doet is, moet je hier de jassen zien. Jas. Opruimen. Jas. Oh, dat is mijn jas ook nog. Ja. Je mag gewoon op de stoel, hè, mijn jas. Hè? Nee. Ja, als jij dat doet. Dan gaan anderen het ook doen. Doen ze het allemaal? Hoi. En jij hebt lekker... Teut. Je hebt lekker vergaderd, leuk is dat. Ja, echt vanaf 7:30. Heel leuk. Dus, ja. Maar moet je nog iets gaan doen, hè? Ja, nou, we hebben elkaar nog helemaal niet gezien vandaag. Ja, vanochtend. Nee. In bed. Ja. Toen was ik weg. Ja. Ik ben 10 minuten later bij jou eruit gegaan, denk ik. Hoe laat was jij? 7 uur. 7 uur. Ja, ik ook. Ja. En, dus ik heb jou verder helemaal niet gezien. Nee, dus de eerste keer nou een kusje. En, knoflook. Eline had voor mij een healthy kapsalon gemaakt. En ze had zelf healthy knoflooksaus gemaakt. Ja, van yoghurt. Met verse knoflook, dus het rauwe, daar ruik je, ja. Lekker, hè? Maar dan, meestal dan, als ik Jan dan de hele dag niet zie, ik ga dan niet bellen of zo en vragen. Maar wat doe ik dan? Alles appen. Dan app ik alles wat ik nog eigenlijk wil vragen of bespreken, ja, of wil dus zeggen. Dus we gaan zo alle appjes doornemen. Dus dan denk ik, als we dan elkaar zien, dan pakken we dat lijstje even erbij. Dan kun je het er even op hebben. En de belangrijkste is de vakanties voor na de zomer. Want morgenochtend komen de vluchten online. Ja. En dan probeer ik dat zo snel mogelijk te zijn. Want dan zijn de tickets echt... Ik dacht, dat is niet waar. Maar dat is echt waar. Dat is echt waar. Want vorig dus jaar... tip van de week. Moest ik nog die je week te laat komt. Aan jou vragen... En toen was ik twee... Dus ik had al gekeken, ik had prijs opgeschreven. Ik moet even aan Jan vragen. En toen ging ik 2 of 3 uur later terug in dingen om die vluchten. Het waren ze echt gewoon €50 per persoon duurder of zo. Ja. Dus dat gaan wij bespreken. En dan gaan wij ook op tijd slapen. Want morgen is het weer bakken. En kantoorwerk. Kinderen. Dus dit... Oh, worstenbrood uitslag morgenavond. Ja. Dit was een dagje uit ons leven. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe.